Super leuk dat jullie weer kijken. Ik sta dit keer in een niet gebruikelijke plek. Want ik sta nu in de badkamer. En ik ga schoonmaken. Want wij hebben alle drie, mijn broertje, mijn stiefzusje en ik, moeten om de week zelf schoonmaken boven. En dat deed heel lang de schoonmaakster. Maar nu moeten wij het doen. En dat ging ik jullie even laten zien. Want ik vond het wel leuk voor jullie om te zien hoe ik schoonmaak. Dus bij deze, let's go! Zo, ik ga nu beginnen. Ik doe lekker mijn muziek in, want ze zijn hierboven nog aan het leren. En ik ga lekker schoonmaken. Voordat ik begin, wil ik jullie nog even vertellen wat ik eigenlijk allemaal moet schoonmaken. Ik moet gewoon mijn badkamer en de wc doen. Het was op het begin echt super smerig, want ja, ik vind het gewoon niet fris, ook al is het familie. Maar ja, nu ben ik gewoon aan gewend. En ik vind uiteindelijk moet je toch later je huis helemaal zelf schoonmaken. Dus ja, dus het is helemaal niet erg. Het is alleen af en toe dat het gewoon net die week niet uitkomt. Ik moest het ook zondag doen. Eigenlijk in het weekend dus. Maar ik had daar helemaal geen tijd voor. Dus soms doe ik het gewoon door de week later. Dat hebben we allemaal. Maar zolang je het doet, is dat helemaal niet erg. Dus dat wil ik even vertellen. Ik begin eigenlijk meestal met de badkamer. En ondertussen dan pak ik de prullenbak van de wc en die maak ik dan even schoon. En dat doe ik allemaal in de vuilniszak van ook de prullenbak in de wc, in de badkamer. En dan maak ik eerst de wc, eerst de badkamer eigenlijk vaak schoon, maar ik ga dit keer niet met de wc beginnen. Dan vul ik, vul ik gewoon de wc-papier bij. En dit zijn de tools. Ik doe daarnaast ook dweilen. Deze gebruiken we voor om gewoon een beetje alles schoon te maken. Dit gebruik ik vooral voor de wc. Want ik vind het echt heel vies om met mijn handen de wc schoon te maken. Nou, en de dettol. Daarmee maak ik eigenlijk hier gewoon schoon. En dan glasdekjes gebruik ik gewoon voor de spiegel. Yay! Spiegeltje. Dus dit is dan de badkamer. Dan gooi ik die handdoek in de wasmand.